Ook moet je video van vanmorgen nog kijken. Hallo lieve mensen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is een tijdje geleden. Nou is Anna. Het is een tijdje geleden dat ik daadwerkelijk heb gevlogd, want sinds Parijs heb ik jullie eigenlijk niet meer meegenomen. Maar wij zijn op dit moment onderweg naar... onderweg naar Scheveningen. Want ik heb namelijk een pers-event en ik ga Anna meenemen. Of ja, die is nu mee. We hebben een pers-event van Alan of Ellen en Pims in Scheveningen. Ze zitten al in Rotterdam en ze zijn beroemd om hun kip. En ik ben heel erg benieuwd, want we gaan nu dus lekker kip eten in Scheveningen. Lekker bij het strand. Keizerstraat 51, daar zijn we nu onderweg. Duurt nog eventjes, maar voor nu hebben we dus karaoke in de car. Want dat is mijn favorite ding. Ever. Het is een leuk kleurtje, Jan. Oh, even remmen. Hoe kan ik deze neerzetten? Scheveningen. We zijn iets te vroeg. Iets te vroeg, dus nu gaan we kijken of we bij het strand kunnen komen. Want dat is vlak daarachter. De zon gaat onder. En ik hou zo van het strand. We zijn bij het strand. Ik heb echt officieel de meest irritante kinderen ooit gevonden. It's me. Daar is het. Nou, de Scheveningen ei. Blijkbaar hebben ze hier ook, ik moet zo lopen vanwege het licht. Blijkbaar hebben ze hier een reuzenrad tegenwoordig, nieuw. Hartstikke leuk. Maar daar hebben we geen tijd voor. Pims. Yes. Ik ben klaar. Dit moet allemaal op tafel, zodat er een goede foto kan worden gemaakt. Switch it up. Hoe is die aan? Goed. Ja? Okay. Nu ga ik ook proeven. Dat is niks. Anna, just leave me hanging. Hoe vond je het? Lekker. Lekker? Oké. Okay. We hebben nu lekker een toetje. Althans. Dan komt hij er zo aan. Ik heb een brownie, Anna heeft een cheesecake, maar we gaan samen delen, zodat we allebei even veel hebben. Een bonus voor jou, man met de bril suiker. Nee. Dit heb ik gezien in de post. Oh god. Ja, sorry. Behind the scenes. Anna heeft een magneet! We liepen vanuit met een opener erin. Oh, en Pims, super lekker gegeten, super lekkere kip. En toen we terugliepen, toen was het een avondwinkel. Ik zeg, Anna, hebben ze hier geen, hoe heet dat, magneten? En toen hadden ze een magneet! Waar is mijn sleutel? Oh, in mijn tas ergens. Waar is de auto dan? De auto staat hier ergens. Het is al laat. Ja, dat doen we. En nu gaan we weer terug naar huis. Jongens, we zijn weer thuis. Het is op dit moment 9:30, lekker vroeg. Morgen namelijk gewoon weer naar school. En ik ga nu proberen om mijn huis open te maken. Kijk of Nick thuis is. Ik heb een verrassing voor je. Ja. Hoi Nick. Ik wil niet meer op de vlog. Vlog afsluiten. Doei. Nick vindt dat hij heeft te veel privacy schending tegenwoordig. Hij wordt nu heel veel herkend op beeld en dat wil hij niet. Dus nu wil hij niet meer op de vlog. Nick, ik ga je meenemen naar Alan en
Pims. Moet je zeker doen. Ja. Leuk. Beste kip ever. Dat weet jij nog niet. Dat jij. Ik heb Nick geappt terwijl ik in het restaurant zat. Maar dat is echt de lekkerste kip ever. Al vond ik de kip van Mama Kelly in Den Haag ook heel erg lekker. Maar deze vond ik ook wel heel erg lekker. Dus we gaan een tripje naar Den Haag doen. Nick, en gaan we 2 keer kip eten. Ja, best. En dan nou ga ik hier even chillen en dan ga ik zo lekker naar bed. Nou, het is alweer een tijdje later. Oh. Ik heb net met Nick super lang nog YouTube video's gekeken. Ook mijn video naar New York. En ook de Ponkers video toen ik ben verrast. Toen ik naar New York ging. Maar nu over 6 uur gaat mijn wekker alweer. Dus ik ga even mijn lens eruit halen. Want dat moet ook gebeuren. Ik ga dus nu lekker mijn vlog hierbij afsluiten. Ik weet niet of ik de enige ben die dit doet. Dit is trouwens die andere van Anna de Source die ik in die video niet liet zien. Dit is de geur Floral Momento. Maar altijd voordat ik ga slapen, doe ik dus altijd een luchtje op. Want dat vind ik gewoon fijn. Dan ruik ik lekker in bed. Anyway, ik ga hierbij, kijk al deze mensen, allemaal beauty producten die ik moet testen of gebruiken of wat dan ook. Maar goed, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik heb een hele leuke dag gehad en dankjewel Miss Felicity en Ellen en Pims voor de lekkere kip. En mijn god, het was heel erg lekker. In ieder geval bedankt voor het kijken en dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!